Sinterklaas dus zo dat je niet kunt zwemmen. Alleen niet kunt filmen als je aan het zwemmen bent. Dus sorry daarvoor, maar ik heb wel mijn zwembroek. Deze, ik moet nog altijd een nieuwe halen. Dat is een beetje te groot, dus we gaan deze moeten aantrekken. Het is hier ook heel warm, dus we gaan eens starten om. Dus ik sta helemaal in mijn zwembroek. Het is altijd zo heel spannend eigenlijk. Als je, dat is de eerste keer, want nu ga ik de eerste keer echt gaan zwemmen. Vorige keer kon ik niet met mijn petekindje, was ik al uit het zwembad, maar ik kon nog niet gaan zwemmen. Het is de eerste keer dat ik ga zwemmen. En ik bedoel, ik ben wel vaker gaan zwemmen, maar ik doe echt als man. Dus ik ga zwemmen, zo. Dus dat is wel heel spannend eigenlijk. Maar ik moet nu zien, het is echt veel te groot, nog heel vermagerd. Dus. Maar ik kijk er wel heel naar uit eigenlijk. Het is wel een beetje spannend om te doen, maar ik kijk er wel heel erg naar uit. En, dus mijn hartje gaat zo boem, 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 boem. Nu zijn er ook wel meer mensen in de leiding, ook op punt, want Polestar is heel populair. Dus ik word ook heel vaak bekeken. We zitten nu al 32,3 mensen die ons volgen op TikTok, dus dat is heel veel. Dat is ook wel een beetje spannend, dus ik ben benieuwd. Vooral de kinderen kennen me heel vaak, maar ook de volwassenen merk ik ook wel heel vaak. En dan gaan we straks nog echt een konijnenkooi gaan zoeken, maar eerst gaan we zwemmen. En dat is wel spannend. De eerste keer was ook wel spannend, maar was mijn petekindje daarbij. Dat focust je eigenlijk op je petekindje. Nu is het echt de focus op mij belegd. En dat is dan heel spannend eigenlijk. Maar kijk, ik ben gewoon zelf en we zien maar hoe dat de mensen gaan reageren. Dus, maar je ziet het niet zo goed dat ik een operatie heb gehad. Dus als, ook al is zo'n haar gegroeid. Maar het is wel heel spannend. Dus we gaan eens starten. We zijn helemaal klaar om naar het pashokje te gaan. Naar dingen te gaan. Nee, dan sluit hij helemaal aan. Oops, ik ga hier wel zo stiekem. Er is niemand. Dat is een voordeel. Zo. Ik zet jullie dan in. Die gaan hier in deze kast. Dus dat is wel heel spannend. Ik moet dat kaartje weer hebben. Vorige keer was ik dat kwijt. Ja, ik ben zo. Nu niet. Zo. Kaartje erin. En dan hier nee, zitten. Of ik mooi niet. Nee. Zo, ik ben er helemaal klaar voor. Dus jullie gaan de kast in en tot straks. Zo, we zijn uit het zwembad. Ja, een uurtje, dat gaat snel hoor. Dat is zeer snel. Voor je het weet is het om. En zijn uit het zwembad. Kijk, joh. Ze mochten druppelen. Dat is echt wel cool. Dat is echt heel leuk. Het is natuurlijk wel een beetje hier donker. Dat is echt wel heel leuk. Is niet afgezakt of zo, dus het zijn we ook prima. Ja, dat is iets. Ja, dat is in je hoofd van, ah ja, je zit nu, je hebt het hier niet meer en dat is anders. Maar het ging eigenlijk wel heel goed eigenlijk. En ik ben heel fier dat het zo goed verlopen is. Ik had die kaart even hier steken, want ik heb het eens een keertje meegemaakt dat ik die kwijt was en dat ga ik nog een keer doen. Dat was echt wel heel leuk. Super tof. Dus het was echt wel de moeite waard. Oh, hier kom ik wel eens terug te zwemmen. En we zullen ook wel eens een keertje naar de Broekstrand gaan. Om daar een zwembroek te maken. Geven we dat allemaal zien hoe ik zwem. Dus dat is weer het nadeel natuurlijk als je hier zwemt. En dan nemen we Enzo nog eens een keertje mee op het strand. Dus dat is half. Dus dan gaan we naar de dierenwinkel zo meteen. Om dus een foto maken. Zo, dan gaan we ons nu klaarmaken. Zo, we zijn nu buiten aan het wandelen. Het was echt wel leuk. Het is echt heel leuk. Het zwemmen. Dat is echt kijk hoor. Zo. Spijtig dat er geen beelden zijn. Maar ja, dat vind ik altijd heel jammer. Nee, mijn ogen pieken nog een klein beetje, maar... Het gaat wel van het kloor en zo ding allemaal, hè. Maar het gaat wel. Dus, Oké, hoe even is dat hier? Het is echt goed verlopen. Ik ben kei trots. Mezelf.
Dat ook niet heel veel mensen heel veel vragen gesteld eigenlijk. En zowel mevrouw, mijn juffrouw, die op mijn vorige school op VTS 3 werkte. En die zag mij. Dus ik dacht, mama, dit is veranderd. Maar voor de rest, ik weet eigenlijk wat van mij. Er zijn ook niet heel veel kinderen, dus om... het grote pad was echt wel druk. Ik ben eigenlijk niet in geweest in het grote pad dat ik heb. Maar het was op zich wel leuk. Nu moet dat eens zijn gaan. Zo. Dit hebben we dan ook weer al gedaan. Zo. Waar is de fiets? Waar is de fietskar, manneke? Waar is de fietskar? Daar is de fiets. Kijk, ik ga aan het zoeken naar de fietsdingen. Waar is de fietsding? En aan het kijken van wat is die? Van, hé hey Peter, heb je die gedaan? Hoop ik voor jullie een leuke feest. Ik heb het mooi gedaan. Abonneer en morgen zijn we.